Hallo, ik ben Demi en bij deze video ga ik me opmaken met het paletje van de Princess Essence Mulan. Heel super cute, leuk paletje. Dus, ik ga maar snel beginnen. Ik heb al een eye base op. Dus die is al, als het goed is, ingetrokken. Dan moet ik even proberen plastic ervan af te krijgen. Zonder het helemaal kapot te trekken. Zo. Dus, dan hebben we wat mooie kleurtjes. Ik was aan het denken voor te beginnen met A Fighter. Deze. Voor die bovenaan te doen. En dan ga ik me weer proberen op te maken voor de hooded eyes. Dus ik ga beginnen met de kleur Fighter. Dan ga ik daar proberen een mooi boogje van te maken. Dus we gaan gewoon proberen. En dan hoop ik dat ik het dadelijk mooi in elkaar geblend krijg. Maar ik begin dus wat hoger, omdat als ik normaal iets maak en ik kijk graag vooruit, dan valt alles weer weg. Omdat dit stuk wat meer naar voren valt bij mij. Dus daarom moet ik mij eigenlijk opmaken voor de hooded eyes. Ja, ik weet niet hoe je dan in het Nederlands zegt. Nee, ik zou het niet weten. Zo. Nou, de aanbrang is al goed hoor. Ik bedoel, ik heb maar een klein beetje gepakt, maar ik krijg toch best wel veel poeder ervan af. En het blendt zich mooi. Dus, tot nu toe vind ik het niet slecht. Andere oog. Hopen dat het allebei goed gaat. Probeer het zo snel mogelijk te doen. Maar ja, er zit nou eenmaal tijd in. Ik denk echt dat ik de volgende keer ietsjes minder moet pakken, want hij is wel heel erg intens. Dus als je een beetje poeder pakt, krijg je best wel veel kleurintensiteit, vind ik. Ik hoop niet dat ik nu er hoog ben aan het gaan, want zo lijkt het wel een beetje dat ik echt helemaal hoe. Ja, ik ben een beetje te hoog aan het gaan. Maar ja, dat is normaal bij mij. Ik moet altijd iets fout doen. Er moet altijd iets misgaan. Nou ja, ik laat het denk ik maar zo. Dus dan hebben we het nu al zo. Want normaal moet ik echt zo gaan kijken en dan zie ik het pas. Maar nu heb ik toch al kleur als ik recht vooruit kijk. Nou, ik ga gewoon verder. En dan wou ik voor een beetje diepte creëren in de hoek, wou ik verder gaan met de Imprior, het sterretje hier. En dat is een donkerdere bruin, zonder glitter. Dus dan pak ik daar voorzichtig een beetje van. Nu heb ik al best wel heel veel alweer op het borsteltje zitten. Dus ik moet echt voorzichtiger. Ik ga het even een beetje proberen te verdelen. Want anders heb ik veel te veel, ben ik bang. Oké, nu hoop ik dat hij mooi blendt. En niet wegveegt. Maar dat doet hij niet. Ja. Want ik heb namelijk ook het paletje van de, iets meer pakken, van de Catrice en dan de Ariel van de prinsessen.
Maar dat ging niet zo goed, eigenlijk. Normaal zou je zeggen, Catrice moet toch eigenlijk beter zijn als Essence, of ja, omdat die wat een beetje duurder is en ik ben het alweer aan het verpesten hier. Maar dat was dus niet zo. Ik vind deze veel mooier blenden. Want als ik bij die andere iets probeerde te blenden, dan schuift het gewoon weg. Dus ik heb veel te veel gepakt hier. Normaal zeggen ze begin met het oog waar je het meeste moeite mee hebt. En dat is voor mij normaal links. Maar dat maakt voor mij tegenwoordig echt niet meer uit. Het is gewoon het eerste oog wat ik doe gaat goed. Of het nou links of rechts is, het tweede oog mislukt gewoon. Dat is gewoon zo. Ja, ik kan deze nu weer ietsjes donkerder maken, maar ik vind hem wel jammer, want deze aan de kant was wel mooi, maar zoals ik al zei, er moet altijd iets misgaan bij mij. Maar dat is ook, al begin ik aan het linkeroog, dan is het linkeroog mooi en dan gaat het rechteroog mis. Dus ja, dit is het beste wat ik. Ja, dit ziet een beetje niet zo goed uit eigenlijk. Maar ik probeer het nog wat te blenden, maar het wordt alleen maar erger. Ja, ik stop maar, want daar ben ik een uur bezig met alleen de blending. En ja, ik moet gewoon verder gaan. Oké, ja, dus dit is het nu. Deze kant is een beetje te, maar gewoon verder gaan. En dan zien we wel wat het wordt uiteindelijk. Even kijken welke kleur ga ik nu. Ik ben aan het twijfelen tussen deze en deze. Maar ik denk dat deze. Oh, ik was aan het twijfelen tussen deze en deze. Maar ik denk dat die ietsjes roodiger is en dan beter past bij de fighter kleur. Dus ik ga voor de kleur zwart. En dat is een beetje met glittertjes in. Een beetje een rood-oranje kleur met glittertjes in. Ik hoop niet dat ik het allemaal te donker maak. Maar ik kan dadelijk ook nog gewoon een dat gouden kleurtje daaroverheen doen. Maar ik vul nu gewoon even de binnenkant in. Ja, het is dat mijn make-up techniek niet op en top is. Maar voor de rest is dit gewoon een heel goed palet, denk ik. Kijk, ik kom daar pas straks achter of later achter als ik het de hele dag op heb gehad. En dan kijken hoe erg dat het is vervaagd of het snel is vervaagd. Want bij dat Ariel paletje van de Catrice, nou ja, die was dus heel snel vervaagd eigenlijk. Was al na een uur of twee zag je al gewoon dat het, ja, weg aan het gaan was. Dus dat had ik er niet van verwacht, dus dat is jammer. Oké, proberen dit even te blenden. Voorzichtig. Ja. Zo. En dan wil ik in het midden dus een lichtere kleur, dus dan ga ik voor de kleur kom. En het sterretje. En even voorzichtig iets te pakken. En dan doen we die nog in het midden. Misschien had ik het beter even zo kunnen doen. Ik doe het even met een pinkie, want ik denk dat dat wel beter gaat. Ik hoop dat ik het nu niet verpest, maar het is gewoon erbij. Misschien is het een beetje raar, maar
Zo. Dus dan heb ik dit al van gemaakt. Ik hoop dat het te zien is. Ja, het lijkt misschien een beetje donker op camera. En vooral omdat dit een beetje heel erg donker lijkt. Maar ik ga gewoon de mascara opdoen. Dan doe ik het plasticje weer even terug. Zo. Hier plakken. Dan heb ik hem verkeerd om. Dus dan plakt hij niet. Oké. Nou, dat was dus het palet. Dan, ik heb even geen andere mascara. Dus ik pak even die van de Catrice, van de Mermaid, van de Ariel. Want die ging wel beter als het oogschaduw. Ook omdat hij de wimpers wel redelijk lang en niet zo in elkaar laat plakken, vond ik die wel fijn. Ja, ik moet natuurlijk ook even geluk hebben dat het allemaal meewerkt. Dus. Ja, en voor de rest van foundation en al dat, contour en al dat, dat doe ik niet. Dus. Dat heb ik wel gedaan voor de beginnende tienerpuisjes toen te coveren, maar uiteindelijk werd het daar alleen maar erger van. Dus toen heb ik op een bepaald punt gezegd van ik stop nu met het iedere dag inpakken met foundation en ik laat mijn huid gewoon herstellen. En als het dan een beetje fatsoenlijk hersteld is, dan kan ik het gewoon zonder foundation doen. Maar dat is natuurlijk iedereen zijn eigen keus. Maar voor mij hoeft het gewoon niet meer. Nou ja. Mascara is zo goed als. Ik heb natuurlijk geen wimperprimer eronder gedaan. Dus dat is niet zo handig. Maar dus dit is nu met de mascara erbij. Ja, misschien een beetje duister aan. Ja, ik weet zelf ook niet wat ik ervan vind. Maar ja, het lijkt gewoon altijd of ik veel te ver naar buiten ga. En ik vind deze kant gewoon niet mooi. Het is echt zo'n blok geworden. Ik ga voorzichtig proberen of ik er wat rommel krijg, maar dat gaat waarschijnlijk wel veel te laag. Nou ja, het kan toch nooit goed zijn, dus. Nou, dan heb ik nog van de Essence de Blush Lighter. Het is een blush en een highlighter in één. Nou ja, die is niet echt zo handig als je daar je hele gezicht mee smeert. Dus ik pak hem voorzichtig in. Ik heb de verkeerde vinger gepakt, want daar had ik al het goud op. Even opnieuw. Dus ik pak voorzichtig gewoon een beetje met mijn vinger een beetje een mix van allebei. En dan probeer ik het zo natuurlijk mogelijk. Een beetje natuurlijke glow te krijgen. Dus. Maar ja, highlighter zie je bij mij nooit iets van. Dus ik snap nog niet waarom ik het doe. Tenminste, ik bedoel op camera dan. Dus. Maar ja, het is maar gewoon voor een beetje het idee te geven dat ik toch wel meer gebruik, denk ik. Want voor het gezicht, voor de rest, voor het gezicht doe ik alleen maar highlighter. Blush wel niet, omdat ik al best veel rood in mijn gezicht heb en ik ga toch nooit altijd goed met aanbrengen. Dus ik pak altijd te veel. Dus dat laat ik maar allemaal. Nou, dan voor als laatste de lippen. En dan gebruik ik van de Essence de Plumping Nude gebruik ik. En dan gebruik ik de kleur My Big Moment gebruik ik dan. Dus
Dat dat ook een beetje, ja, een beetje goudachtig iets is. Ik hoop dat het erbij past. Dus ik probeer het gewoon. Als er kleur van afkomt. Het is wel een lipgloss. Eigenlijk is deze nog vrij natuurlijk eigenlijk. De kleur in het potje is meer dan de kleur wat je krijgt. Oké, ja, het is meer gloss dan kleur, dus ik had misschien beter een andere kunnen pakken, maar ja, nou hebben we wel natuurlijk en de rest van de aandacht blijft natuurlijk bij de ogen, dus. Dus als je deze ziet en je denkt het is een mooie goudenachtige kleur, nou ja, het valt wel natureller mee. Maar in ieder geval, ja, dan ben ik zo klaar. Dus ik laat het nog één keer zien. Ik hoop dat het te zien is. Dus dit heb ik ervan gemaakt. Ja, is lastig voor de hooded eyes, want je wilt niet te ver gaan, maar je wilt ook niet te weinig doen dat je er niks van ziet. Dus het is wel te zien. Het is misschien een beetje te, want ik ben een beetje te ver gegaan met de donker. Maar zo op zich, het palet, de blending, de aanbreng van kleuren, vind ik wel goed. Vooral omdat ik eerst die van de Catrice heb gehad, de Ariel. En als ik daarmee blende, veegde ik gewoon de bovenste oogschaduw weg. En had ik gewoon een streep huidskleur ertussen. Dus die was het niet voor mij. Dus dan ben ik wel blij dat deze wel mooi aanbrengt en blendt. En de intensiteit. Nu is het alleen nog de vraag hoe lang gaat die houden. Maar ja, daar komen we wel achter. En dat vertel ik dan de volgende keer wel. Maar in ieder geval, dit was het. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk tot bij een volgende video. Doei!